Welkom bij een nieuwe video. Leuk dat je kijkt. Vandaag is het weer tijd voor een nieuwe What I Eat in a Day, waarin ik je door mijn dag heen neem en ik je laat zien wat ik zoal eet en drink als veganist. Ik ga de dag beginnen met deze bol en die bestaat uit kokosyoghurt, banaan, pekannoten, hennepzaadjes en dadelstroop. En dat is een goed begin van de dag wat mij betreft. Zo, inmiddels is het 10:50 en ik vind het wel tijd voor de lunch. Ik heb nog een bagel van gisteren. Dat is de Albert Heijn Sesam Bagel. Die zijn vegan. En die had ik gisteren opengemaakt. Ik heb er nog eentje. Dus die ga ik nu even toasten in het broodrooster. Even doormidden snijden. Kan ook in de oven. Maar ik vind het in het broodrooster net wat lekkerder. En dan heb ik hier een schaaltje met bloem, kurkuma, oftewel geelwortel en kallenamak. Oftewel zwart zout. En dat meng ik door elkaar. Ik heb het al eens eerder laten zien in een video. Ik zal het hieronder linken. Ik ga namelijk een tofu omeletje maken. Dat is zo lekker en zo eenvoudig. Dit is de kallenamak die ik gebruik. En die heb ik bij Ecoplaza gekocht. Een potje kost 6 euro. Het is best wel prijzig, maar er zit heel veel in. En je hebt maar een klein beetje nodig. Je draagt heel lang mee dit potje. Dus het is echt een investering. Het is ook een prettig potje om te bewaren. Blijft goed. Ja, een aanrader wat mij betreft. Oké, ik heb nog een blokje tofu had ik over van gisteren. En dat is precies genoeg voor mij alleen. Dit zijn 4 kleine dunne plakjes tofu. Niet te goed uitgeperst. In tegenstelling tot wat je bij de meeste recepten moet doen. Omdat ja, je wil dat de tofu zo droog mogelijk is. Maar hier is die nog vochtig. Omdat ik wil dat het mengsel blijft plakken hier aan de tofu. Ik heb wat olie in de koekenpan gedaan. Dat ga ik nu even verwarmen. En ik doe op de bagel ook een plakje kaas. Vegan kaas uiteraard. De smaken verschillen. Maar ik vind dit best wel een goede vegan kaas. En die is vooral lekker op hamburgers en dit soort broodjes. En gewoon verkrijgbaar in de supermarkt, onder andere bij Albert Heijn en Jumbo. Olie is goed warm. En dan pak ik het mengsel en ik plak een plakje tofu. En die leg ik erin. Druk zacht aan. Andere kant ook even aandrukken. En dan gaat die zo in één keer in de pan in de olie. En dat doe ik natuurlijk met alle 4 de plakjes. En het ruikt echt helemaal naar ei. Probeer het echt een keer, want het is echt heerlijk. En je hebt gewoon geen ei meer nodig. Echt, eieren zijn niet meer nodig als je dit eenmaal hebt ontdekt. En de laatste plak. Zo. Na een minuutje draai ik de plakjes om. Ik kan ook de andere kant even aanbakken. En het is al klaar. En ik doe er nog wat Everything But The Bagel Seasoning op, maar dat is optioneel. Ik zal hieronder het recept daarvan linken. Dus met maanzaadjes, knoflook, ui, sesamzaadjes, zout. En voilà, een broodje omelet met kaas. Helemaal plantaardig. Zo Noga, ik kom even gezellig bij je zitten. Het is namelijk 5:30 in de avond en ik ga avondeten. Ik heb niet gekookt vanavond. Want ik eet alleen en ik dacht, laat ik het eens even lekker makkelijk houden. Want ik moet nog best wel veel doen, ook in de keuken en ook achter de computer. Ik eet vanavond alleen en ik heb Julia's meegenomen op het station. Ik liep er al een paar keer langs en toen zag ik elke keer dat ze vegan bolognese hebben. Daar ben ik super benieuwd naar. Dus ik dacht, nou laat ik mezelf gewoon verwennen met pennen vegan bolognese middel. Ik heb hier volgens mij iets van 8 euro voor betaald. Als ik hem open doe, zie ik gelijk al heel veel rucola. Ik ben erg benieuwd wat eronder zit allemaal. Geen wauw, maar wel lekker. De pasta van Julia's vind ik altijd wel goed. Tenminste, toen ik nog vegetariër was. Ik weet het niet of dit nou pulled oats zijn. Het zou zomaar kunnen dat dit pulled oats zijn. Ik vind het wel lekker. En met rucola, ja, als je gewoon geen patatje wil op station, dan kun je hiervoor kiezen. Wel prijzig, 8,95 geloof ik, 8,50. Maar ja, ik hoef niet te koken en dat vind ik prettig. Vanavond dan. Ja, het is wel veel pasta, dat wel. Het is een medium. Je hebt ook een large, maar ik denk dat dit wel genoeg is voor mij. Ik wist niet wat ik me voor moest stellen bij een small. Ik ga het even opeten. En dan zie ik jullie zo weer. En dan vertel ik wat ik helemaal van vond als ik het helemaal op heb. Tot zo. Dus ik had heel erg trek, dus ik heb hem helemaal op.
Ik ben er niet over uit wat nou dat gehakt in die bolognese saus is. Het is niet pulled oats volgens mij. Het is een beetje smaakloos. Het mag veel meer pit hebben wat mij betreft. Ik mis een beetje de knoflook en de ui. En het is een beetje matigjes. Het is niet vies, absoluut niet, want ik heb hem helemaal op. Maar het is ook niet wauw. Ik zou dit denk ik een 7 geven. De pasta zelf van Julia's is wel goed. De pennen. Maar de saus, ja, zoals ik al zei, het is een beetje vlak. Een beetje saai. Een beetje smaak. Ja, niet smaakloos, maar een beetje te mild voor mijn smaak. Het mag echt wel wat pittiger. Ja, een 7. Maar ik ben blij dat ik hem heb geprobeerd, want dan weet ik dat. Zo, ik heb lekker gegeten. Nou, het was dan wel niet helemaal wat ik hoopte. Maar toch was het niet vies. Ik heb er toch wel genoten. En ook van het gemak van een avondje niet hoeven koken zelf. Ik heb nu een lekker bakje koffie. En ik ga eventjes lezen. Ik ga straks de keuken in, want ik wil nog het een en ander maken. Maar ik ga nog even lezen, want ik ben namelijk bezig in een boek. En dat is Zondagsleven van Judith Visser. En als je mij langer volgt, dan weet je misschien dat Zondagskind van Judith Visser absoluut mijn favoriete boek ever is. Zondagskind gaat over Jasmijn Vink. Dat is een roman die volgt Jasmijn Vink van haar kleutertijd tot haar puberteit. En Jasmijn heeft autisme. Jasmijn heeft Asperger om precies te zijn. En in het begin praat Jasmijn niet. En moet ze niet veel van mensen weten. En dat verandert eigenlijk niet. Nou, voor mij zorgde dat boek, toen ik het las. Volgens mij was het in 2018 dat het uitkwam. Een jaar of 2 geleden. Zorgde echt voor het spreekwoordelijke puzzelstukje wat op zijn plek viel. Dat was voor mij een en al herkenning en dat was zo prettig om te lezen. Het was gewoon alsof ik over mezelf las. Het was bizar. Toen ik las dat zij aan haar vervolg bezig was, waarin we dus Jasmijn Vink als volwassen vrouw volgen. Ja, vanaf dat moment keek ik er zo naar uit dat dit boek uitkwam. Dus ik heb het in bezit sinds vorige week maandag. Toen kreeg ik het thuisgestuurd, want ik kreeg het van de uitgever cadeau. Daar was ik super blij mee. Want ja, ik had hem sowieso al gekocht, maar ja, als je hem krijgt is het natuurlijk nog leuker. Dit is ook weer een en al herkenning. We volgen hier dus Jasmijn Vink als volwassen vrouw. En ik ga er verder niks over zeggen. Want ik vind over boeken moet je niet te veel praten. Maar die moet je gewoon lezen. Als jij op de een of andere manier met autisme te maken hebt. Of je hebt het misschien zelf. Of je denkt dat je het zelf hebt. Of je hebt een buurvrouw. Of iemand waarom je geeft. Of je partner of je kind. Lees de boeken van Judith Visser. In ieder geval de Zondagskind en Zondagsleven. Die gaan daar dus echt over. En ja, ik vind het echt heel knap hoe zij dit heeft verwoord allemaal. Vooral de eerste helft ongeveer is een en al herkenning. Voor mij is het heel fijn om te lezen. Want ja, ik herken er zoveel in. Over haar strijd in de kantoortuin, zeg maar. Dat heb ik ook gehad toen ik begon met werken op kantoor. Jaren geleden alweer. Maar ik herkende echt ieder dingetje wat ze schreef. Het is ook heel grappig geschreven. En vooral in het begin is het heel humoristisch geschreven. Ook wel af en toe heel zwaar. En ja, het is gewoon een zwaar onderwerp. Maar ze brengt het ook in het begin vooral heel luchtig. Ik heb een paar keer echt keihard moeten lachen hierom. Het is echt een boek met een lach en een traan. Ik zit er helemaal in. Heerlijk. En ik moet nog een klein stukje. Het is nu dinsdag. Ik ben er nu al ruim een week mee bezig. Maar ik lees wel vrij snel. Maar ik stop af en toe. Want waar ik mee begonnen ben met dit boek. En dat wil ik eigenlijk gaan voortzetten met de boeken die ik vanaf nu ga lezen. Is het mooie zinnenboekje. Ik had nog dit boekje liggen. En ik dacht, die ga ik daarvoor gebruiken. Voor alle zinnen die mij aanspreken. Die iets met me doen. Die herkenbaar zijn. Die ik gewoon mooi geschreven vind. Dus elke keer even stoppen en opschrijven. Dus dat is een beetje waarom ik niet het boek al uit heb. Waarom het ietsje langer heeft geduurd. Maar ik vind het helemaal niet erg, want we gaan er gewoon weer verder. En ik heb een heerlijk bakje koffie erbij. En daarna ga ik de keuken in me heel erg nuttig maken. Want er zitten allemaal lekkere dingen in mijn hoofd die ik wil gaan maken. Dus dat ga je straks zien. Tot straks. Zo, het is inmiddels 9:30 en ik heb eigenlijk de hele avond in de keuken gestaan. Ik heb nog wel een stukje gelezen uit mijn boek en ik ben nu echt dicht bij het eind. Ik had niet meer het geduld om het helemaal af te lezen omdat ik echt de keuken in wou. Maar ik heb nog wel een pagina of 10 te gaan, denk ik. En dan is hij uit. Dat ga ik nu doen, maar ik heb natuurlijk wel het lekkers erbij. Dus ik heb in ieder geval een kopje thee gezet. Deze heb ik onlangs ontdekt. Ik heb hem gekocht bij Holland & Barret. Dit is rooibos chai van Pyramide. Want ja, ik hou van rooibos en ik hou van chai. En toen dacht ik, oh, een combinatie. Nou, ik vind hem heel erg lekker. En ik drink hem met een klein beetje plantaardige melk. Echt een lekker bakkie. En ik heb vanavond appelkoeken gebakken. En daar ga ik er nu eentje van eten. Dit was van de week aangevraagd door iemand via Instagram. Ik krijg wel vaker verzoeken om dingen te veganizen. Dat is echt wat ik het allerleukste vind om te doen. Dus vegan versies maken van dingen die dat van oorsprong niet zijn. Er was een dame die vroeg mij via Instagram of ik de appelkoeken van Albert Heijn wilde veganizen. Nou, dat leek me wel een leuke uitdaging. En ik moet zeggen, het is heel goed gelukt. Ik
had gisteren al een testversie gemaakt. En nu heb ik een heleboel opnieuw gemaakt. Wat netter. Nou ja, deze is dan net niet heel erg netjes. Maar het gaat om de smaak, toch? En ik ben geen banketbakker, als het maar lekker is. Het is nog een beetje warm. Heel lekker. Als je ze ook gaat maken, dan even in de oven als je gaat eten. Dus als ze een beetje warm zijn, zijn ze gewoon nog lekkerder. Want dit leek me wel een goede combinatie om mijn boek bij uit te lezen. En daarmee komt een eind aan dit deel van What I Eat in a Day. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doeg!